The Milk of Dreams is de tentoonstellingstitel van de komende kunstbiennale van Venetië 2022. De titel vertaalt in het Nederlands nogal slecht, De Melk van Dromen. En dat heeft te maken dat het namelijk gebaseerd is op een Engelstalig kunstboek van Eleanor Carrington. Zij maakte het kinderboek gebaseerd op het surrealisme, waarbij zij haar kinderen wilde uitdagen om juist vanuit alle beperkingen die wij hebben te kijken naar de positieve kant van het leven en alle mogelijkheden die er zijn. De curator van deze kunstbiennale, Cecilia Alemani, heeft dit boek als uitgangspunt genomen om haar selectie te maken van kunstenaars. Vrijwel allemaal online geselecteerd door de coronapandemie, dus dat maakt het voor haar een enorm uitdagend proces waar ze dan wel 3 jaar de tijd voor heeft gehad. Maar daar krijgen we een tentoonstelling die hoofdzakelijk een surrealistisch gevoel opwekt. Denkende vanuit mogelijkheden, zeer positief georiënteerd. Alemani maakt een expositie die typerend is voor haar werk die we kennen uit de High Line in New York, waarbij ze vooral publieksvriendelijke kunst programmeert. Daarnaast heeft zij gekozen om de positie van de vrouw te herijken. Dat is niet zozeer in de kunstselectie geweest, toevallig wel een van de biennales met de meeste vrouwelijke kunstenaars die gepresenteerd zijn. Maar ze heeft het vooral gedaan aan de hand van 5 hubs, zoals ze dat zo zelf stelselmatig probeert te benoemen. Deze 5 hubs zijn gebaseerd op oudere kunstenaars die in de periodieken van de 20e eeuw cruciaal zijn geweest voor verschillende stromingen. En zij heeft deze kunstenaars opnieuw gepositioneerd om hun bijdrage aan de oude kunstgeschiedenis te kunnen erkennen en te laten zien aan het grote publiek. Voor mij is dat een van de mooiste bijdragen die ze daarin levert, naast natuurlijk dan die eigentijdse kunst. Daarin worden we meegenomen in de verschillende mogelijkheden om het leven makkelijker te maken, positief te kijken en vooral om heel veel moois te zien. Natuurlijk worden ook nationale paviljoens gecreëerd, 80 in totaal dit jaar. En ook hier zien wij weer opnieuw dat een positief uitgangspunt is gekozen. De kans van mogelijkheden, de kans van een nieuw perspectief. En daarin kun je inderdaad wel de gebreken benoemen, maar die zullen niet beperkend zijn, maar die zullen juist zorgen voor een nieuwe toekomst. Dat is heel erg mooi aan deze biennale. Een positief gevoel wat je eraan overhoudt, met heel veel moois wat je kunt gaan zien. Een tentoonstelling die eigenlijk de een en de ander focust op de nieuwe positie van de vrouw. Mogelijkheden voor eigenlijk minderheden die nu een platform krijgen, maar daar een van de meest opvallende bijdragen van Polen met een zigeunerkunstenaar, of Roma is een betere term. En de Sami-cultuur die in het paviljoen van de Noord-Scandinavische landen wordt gepresenteerd. Dat zijn eigenlijk de meest opvallende bijdragers. Verder zien we ook opvallend veel werken die in de actualiteit staan, dus in het nu georiënteerd zijn. En juist proberen om ons een nieuw perspectief te geven. Voor mij is het een van de mooiere biennales. Thematisch misschien wat luchtiger ingesteld, maar dat biedt juist heel veel nieuwe perspectieven. Je kunt met ons mee naar deze biennale in mei, in september en oktober. Alleen in september is hij helaas al volgeboekt. En ik verzorg lezingen over deze kunstbiennale, want ook als het thema luchtiger, nog steeds helpt het heel erg om te begrijpen waar de tentoonstelling heen gaat, op welke manier ze dit hebben ingericht en welke landen, paviljoens en aparte bijdragers van verschillende culturele instellingen in Venetië juist van belang zijn om te bezoeken tijdens deze reis. Ik zie je graag in de reis of tijdens de lezingen en die kunt je vinden allemaal bij ons op kapergerlings.nl. Graag tot snel!